Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door NHL Hogeschool Leeuwarden en PTH Groep. Goedemiddag en fijn dat je weer kijkt naar Cambuur TV. Vandaag in het clubnieuws hebben we aandacht voor de nominatie van Cambuur als Friese sportploeg van het jaar en de blessure van Bartholomew ook Betje. Kijken we terug naar de verloren thuiswedstrijd van vorige week woensdag tegen PSV. Spreken we met Henk de Jong over het gelijke spel in Almelo tegen Heracles. En blikken we met Dwight Lodewegers vooruit op het duel van zondagmiddag tegen PEC Zwolle. Cambuur is genomineerd voor de Friese sportploeg van het jaar 2013. Vind jij dat de kampioen van de Jupiler League deze prijs verdient? Stem dan voor 27 februari op SC Cambuur via www.sportinfriesland.nl/sportgala. Nieuwe aanwinst Bartholomew Ogbetje verliet vorige week in de wedstrijd tegen PSV al vroeg het veld met een hamstringblessure. Na verwachting zal het herstel van de Nigeriaan zo 4 weken in beslag nemen. Vorige week woensdag ontving Cambuur in een uitverkocht stadion PSV. Een stunt tegen de Eindhovenaren was mogelijk, maar Cambuur hield op een sneuwe manier geen punten over aan het duel. Of is het Manu? Het is Manu. Ja, die zijn heel moeilijk uit elkaar te halen. Willems. Depay. Het was geen schot en het was geen voorzet. En het was ook geen paas op Locadia. Ook Betje is geblesseerd, de nieuweling. Daar verstapt hij zich, daarbij de penalty stick. Maar de fans van Cambuur hebben hem in hun hart gesloten. Jammer, treurig voor hem. Manu. Manu. Een schot van Rietsmeijer, net naast. Het zou wat zijn voor hem. De Oostenrijker op de loonlijst bij PSV, maar verhuurd aan Cambuur. En weer een sterke actie van Manu. Lukoki geeft aan wat hij wil. Vlak voor het doel en een kopbal van El Makrini. Schaars. Nienhuis staat ernaast en die bal gaat erin. Ja, Bruma. Dat is een hele goede bal. En een goede redding van Nienhuis die zijn fout goed maakt van de 1-1. Hemmen gokt weer op Lukoki. Van grote afstand. Bijna. Rietsmeijer, Lukoki op snelheid. Lukoki kan hier afmaken. Nee, nou die bal naar Manu moeten spelen. En hij krijgt nu geweldig op zijn donder van Hemmen. Lukoki, Lukoki. Manu verslikt zich daar in Narsing. En dat is de 2-1 voor PSV door Locadia. Wat een fout van Manu. Absoluut tegen de verhouding in, maar hij telt wel. Rietsmeijer. Uitdraaiend. Weggekoopt door Bruma. Drosten. Drosten. Recht op zoek. Pereira. Richting Hemmen. Daar is ook Jeroen Zoet. Die is de bal kwijt. Schepers. En Rekiek haalt hem dan naar het doel. Schepers. Schepers. Doet hij het dan? Schepers? Nee. Het is Jeroen Zoet die
voor PSV hier in Leeuwarden de overwinning eruit sleept. Afgelopen zondag was Cambuur op bezoek bij Heracles Almelo, dicht bij de eerste uitzege van het seizoen. Maar moest het in een slotminuut uiteindelijk toch genoegen nemen met een punt. Manu, wat is hij dan sterk, Manu! En het is 1-0 voor Cambuur. Uitstekende actie van de huurling van Feyenoord die dus weer scoort. Elvis Manu, net als afgelopen week tegen PSV. Heracles wordt verrast door die sterke individuele actie van Elvis Manu. Nuttig werk van Rietsmaier die een goed schot heeft. Via de vingertoppen van Pasveer gaat de bal naast. Het positiespel is wel verzorgd van Cambuur. Bakker, Rietsmaier vrij. Wordt ook goed aangespeeld. Rietsmaier, ook hier de lat. Het wordt aantrekkelijker en aantrekkelijker in de tweede helft. Heerlijke knal van Marcel Rietsmaier. Hier is Heracles weer erg slordig. Lukoki voor het doel Manu en daar was Barto. Het zijn de slordigheden die Heracles nog alles fataal worden dit seizoen. Zo sterk als hij aan de bal is, Elvis Manu. Zo snel als hij weg kan zijn en dan met de punt van de schoen probeert hij pas weer nog te verrassen. Hoekschop gaat er wel in. En dan is het de rechtsback te Wierik. Uiteindelijk geen winnaar in Almelo. Een 1-1 gelijkspel. Het was een spektakelstuk. De eerste ontmoeting in de geschiedenis ooit op eredivisieniveau in Almelo. Tussen Heracles en Cambuur eindigt in 1-1. Henk Dion. Afgelopen zondag start van een reeks belangrijke wedstrijden. Eerst tegen Heracles. Weer een 1-0 voorsprong en weer een tegengoal uit een dode spelsituatie. Hoe kan dat? Ja, dat is iets heel vervelends wat onze laatste 3-4 wedstrijden constant overkomt. Dat we de goals er tegen krijgen. En ja, daar hebben we het ook met de jongens over. We kijken beelden, we proberen er alles aan te doen. Maar het is heel simpel. Jouw tegenstander mag nooit een tenemer op goal koppen. Dan spring je tegen hem aan, maar hij kopt niet. Nou, dat moeten we beter doen. En ja, je hebt nu 3 wedstrijden achter elkaar dat het gebeurt. Ja, dat zal ook wel een keer stoppen, want we doen het niet met opzet natuurlijk. Hè? Had je vooraf kunnen leven met een 1-1? Ja, vooraf had ik kunnen leven. Een dag na de wedstrijd ook wel. Maar op dat moment niet. Hè? Want je moet een keer een wedstrijd hebben dat je ook geluk hebt. En ik vind dat we het geluk ook wel afdwingen. Hè? Zeker hier thuis ook. Maar ja, dat geluk, dat moet je ook een keer mee hebben. Dat hun gewoon die bal op een lijn missen. Dat die naast gaat. Hè? Die spits, die krijgt de kans. En ja, die moet er natuurlijk in. Maar die schiet die naast. Ik denk, nou is het klaar. Nou moeten we zelf die 2-0 maken. Ja, gewoon heel vervelend, maar... Ik kan er nu wel weer in mijn leven. Terechte uitslag? Ja, als je naar de uitslag kijkt, vanuit Heracles punt, is 100% terechte uitslag. Hadden wij het niet verdiend. Maar ik had het stiekem wel gewild. En dat was net het drukketje wat we nodig hebben. Dat we een keer misschien dan niet helemaal verdiend een wedstrijd winnen. Want wat we gewonnen hebben is tot nu toe altijd verdiend geweest. Maar je moet een keer stiekem onverdiend winnen. Dat zijn extra punten. Elvis Manu maakte weer de 1-0. Aangename versterking, 3 goals in 5 wedstrijden. Speelde nu ook een sterke wedstrijd. Hoe bevalt zijn komst tot nu toe? Ja, gewoon hartstikke goed. Kijk, ik was voor de cursus. Moest ik naar Feyenoord, moesten we training geven. En ja, had ik het over met Ronald Koeman en met Van Bronckhorst en Van Gastel. Over ja, kunnen we misschien een speler huren? En toen kwamen ze eigenlijk alle drie met Elvis. En en ook aangeven, ja, hij is snel, maar hij scoort. En daarom zou je hem kunnen nemen. Wil de bal meenemen. Zondagmiddag om 1:30 ontvangt SC Cambuur PEC Zwolle. Eerder dit seizoen was PEC met 2-0 te sterk voor de Leeuwarders. Maar mist de eerste mogelijkheid van de wedstrijd, de 8e minuut. En daar gaat Benson. Tweede mogelijkheid voor hem. Het wordt Achente. Oh, dat scheelt weinig. Benson, wereldtas van het veld, Benson. En Inhuis. Lukoki. Mochtar. Fernandes. Aardige uithaal. Dat is zijn eerste wapenfeit in deze wedstrijd. Benson.
En bijna. En alsnog via, daar is hij weer, het goudhaantje. Hier gaat Benson, gaat hij hem dan alsnog maken. Hij schiet de bal tegen Nienhuis aan. Mochtar krijgt de vrije trap mee van Kuipers. Achente, slim genomen. Strafschop, ja, strafschop, zegt Kuipers. Achente, dat is hem. 2-0. Hier komt de volgende combinatie van Zwolse zijde met Nijland bijna als man die het kan bekronen. Bij Noordwegens. Aankomende zondag staat het duel met PEC Zwolle op het programma. Momenteel verkeren zij in een zeer goede flow. Treffen jullie Zwolle op het juiste moment? Ja, tuurlijk. Waarom niet? Ze hebben tegen Ajax gelijk gespeeld met een zwaar gehandicapte team. Hè. Veel blessures gehad. Nou, dat is goed voor het resultaat is natuurlijk goed, maar ook voor de teamspirit. Daarvoor hebben ze 3 wedstrijden gewonnen, meen ik. Nou, daar zat ook wat geluk bij. Dat bekende Ron Jans ook zelf. Daar hadden ze een beetje mazzel mee. Maar een beetje mazzel, dat dwing je ook af. Dus ze zijn hartstikke mooi bezig. Ja, heel goed. Ja, het vorige duel verloren jullie met 2-0 van Zwolle. Wat hebben jullie geleerd van toen, ondanks dat het in het begin van het seizoen was? Nou, geleerd van toen, het is niet specifiek dat in die ene wedstrijd dat je dan een hoop dingen leert waar je een half jaar later op terugkomt. Het is een continu proces. Hè? Er zijn elke wedstrijd leer je van, hè? Zoals tegen Heracles ook, de laatste wedstrijd. En zo gebeurt dat steeds. Er zijn steeds aanpassingen, er zijn steeds goede facetten, minder goede dingen. Daar praat je over, daar train je weer op en dan hoop je dat je dat de volgende keer beter doet. Ja, en de afgelopen tijd komt Cambuur vaak op een voorsprong. Maar jullie hebben moeite om de voorsprong vast te houden. Hoe gaan jullie aankomende zondag de nul houden? Nou, door geen goals toe te laten? Nee. We hebben natuurlijk ook wat in spelervattingen hebben waar we tegen gekregen de laatste tijd. Terwijl we daar precies hetzelfde doen als een begin van het seizoen, toen kregen we ze helemaal niet tegen. Dat kan ook gewoon toeval zijn, maar soms moet je gewoon ook dingen weer aanhalen. Hè. Dus goed spelen is vaak ook goed trainen. En goed trainen is ook vaak het herhalen van dingen die je doet. De kracht van reclame is de vele herhalingen die er zijn. En zo is het eigenlijk ook met automatismes in voetbal. Veel herhalen, dus daar komt het eigenlijk wel op neer. Goed de posities, de taken weer weten en goed uitvoeren. Ja, en PEC Zwolle verdedigt net als jullie graag vooruit. Wat voor spelbeeld kan dit zondag opleveren? Kijk, ik zei tegen Twente ook al, potentieel kan het een heel mooie wedstrijd worden uit bij Twente. En dat is eigenlijk met deze wedstrijd ook wel zo. Hè. Beide ploegen die willen graag spelen. Alhoewel, hun doen dat de laatste tijd toch weer wat anders dan wat ze in het begin deden. Misschien iets behoudender. Maar hoe ze dat zondag gaan doen, ik heb geen idee. Maar het wordt wel een mooie wedstrijd, denk ik. En dan nog even wat anders. Je hebt zelf ook nog een verleden bij FC Zwolle. Je hebt daar ongeveer 3 jaar aan het roer gestaan. Kon dat destijds eigenlijk wel met jouw staat van dienst voor de Eagles? Ja, maar de Eagles was natuurlijk al wel heel lang daarvoor. En er was niemand die daar ook maar naar kraaide. Hè. Ik werd wel herinnerd op de eerste keer dat ik het als hoofdtrainer bij Zwolle aankwam. Dat er een supporter langs de lijn stond die zegt, maakt me niet uit wat je doet als je maar van de Eagles wint. Dus toen had je ook wel door van, ja, dat leeft wel hevig daar. Net zoals dat het hier met Heerenveen en met Cambuur leeft. Hè. Dus dat zijn wel leuke dingen. Maar er bestond geen ruzie tussen ons, hoor, helemaal niet. Het thuisduel tegen PEC Zwolle begint zondag om 12:30. Voor het duel zijn nog steeds kaarten beschikbaar. Kijk daarvoor snel op www.cambuur.nl. Dit was Cambuur TV voor vandaag. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door NHL Hogeschool Leeuwarden en PTH Groep.